Goedemiddag dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Capelle TV vanaf het Sportpark Het Slot hier in Capelle. U kunt in deze aflevering kijken naar de samenvatting van de wedstrijd Capelle tegen Rijnsburgse Boys. En ook kunt u in deze aflevering de interviews zien die ik maakte met assistent trainer Ben Kins en doelpuntenmaker Gert-Jan Robben. Kom aan, geen geitjes! Draaien! Kom nu! Kom op, kom op, kom op!
spelers en toestanden. Ja, Gert-Jan Roman zit hier naast mij, 2-2 tegen Rijnsburgse Boys. Was dan een uitslag waar je vooraf voor had getekend of achteraf nog een beetje teleurgesteld over het ene puntje wat je hebt gehaald? Nou goed, kijk, een punt tegen Rijnsburg is op zich niet verkeerd. Alleen als je de wedstrijd en de kansen, ja, vooral de kansen bekijkt, had er wel meer in gezeten vandaag. En zeker thuis wil je gewoon winnen.
Dus dat maakt niet uit tegen wie we spelen. We willen gewoon thuis, willen gewoon alle punten behouden. Hoe vond je dat jullie speelden vandaag? Ja, wisselend. Ik denk dat we wel een goede eerste helft speelden, dat we er kort op zaten. En ja, tweede helft, ze kwamen niet echt in ons spel. We lieten eigenlijk een beetje, lieten hun eigenlijk te veel voetballen en kwamen onnodig in de problemen. Ja, en nu staan jullie alsnog derde. Dat is toch redelijk goed na 5 wedstrijden. Ja, goed, we kijken niet echt naar de plek. Want ja, in de topklasse sta je de ene week sta je derde, de andere week sta je achtste. Dus we moeten gewoon onze punten verzamelen. En op zich natuurlijk, als je gewoon kijkt naar het aantal punten, is dat niet verkeerd. Maar goed, vandaag de winstpunten waren wel echt extra lekker geweest. Ja, dan voorafgaand op de wedstrijd met Volendam. Met wat voor gevoel gaan jullie daarheen? Nou goed, vorig jaar natuurlijk, hebben we dat ook eigenlijk meegemaakt. Dus we gaan met diezelfde instelling erin. Ik bedoel, wij moeten gewoon... Niets is onmogelijk, hè? Nee, niks is onmogelijk. Kijk, wij moeten gewoon volle bak erin gaan en hopen dat hun een mindere dag hebben. Ja. En dan zien we wel. Ik bedoel, wij moeten niet, hun moeten. Dus, maar we gaan er gewoon een mooie wedstrijd van maken. Bedankt, Gert. Succes. Dank je wel. Yes. Trainer Ben Kins, tevreden met een punt of toch teleurgesteld eigenlijk? Ik denk dat het punt op basis van de wedstrijd vandaag wel terecht is, denk ik. Had meer ingezeten, wat Gert ook al zei. De eerste helft ben je beter als Rijnsburg. Beginnen voor Rijnsburgers te doen, spelen ze er vrij behoudend vandaag. Dus wij waren de baas op middenveld. Konden een goed de vrije man vinden. Vooral Lars Boscha was heel veel aanspeelbaar. En komen tot goed voetbal. Dus de eerste helft kom je denk ik ook terecht op voorsprong. Nou, de tweede helft gaan zij wisselen. Brengen ze Sarda in en Martina op rechtsbuiten. Gaan ze meer aanvallen. Logisch ook natuurlijk, ze staan achter, dus dan laten we ons toch, denk ik, onbewust laten we ons weer een beetje terugdringen. Waardoor we minder aan het voetballen komen. Dus twee fantastische reddingen van Nick van der Ploeg denk ik ook. Eerste helft 1, tweede helft. Ja, we scoren twee fantastische goals. We hebben ook wat mogelijkheden gehad. Ik denk op zich dat 2-2 wel een terechte uitslag is. En nu had ik het er met Gert Jan ook al over. Aankomende dinsdag tegen Volendam, dat is een mooie wedstrijd hè? Leuk, daar doe je het voor als speler, als trainer, als club. Dat zijn toch de leuke dingen. Dus... We zijn niet kansloos, of wel? Ik vind van niet. Ik ook niet. Nee, blijf voetbal. Want het is toch, op papier is het maar één niveau verschil. Hè? Dus topklasse, totaldivisie, Jupiler League tegenwoordig. Natuurlijk is Volendam sterker en moeten zij winnen hier eigenlijk. Maar het blijft beker en het zal niet de eerste keer zijn dat er een verrassingje in de lucht hangt. Laten we het hopen. We gaan ons best doen. Oké, dank. Ja, dat waren de interviews en de samenvatting van deze wedstrijd. Ik wil danken voor het kijken naar Capelle TV. En graag begroeten wij u weer aankomende dinsdag voor de thuiswedstrijd hier op Sportmarkt Slot tegen FC Volendam. En anders, graag tot de volgende keer. Dank voor het kijken.